apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Het gaat niet om een schrikbeeld. Ik stel alleen maar vast waar de ontwikkeling naartoe gaat. Je kunt het zien gebeuren op sommige gebieden, nu al. Dus het is geen schrikbeeld. Het is gewoon een realistisch beeld. De schrijver van de roman Klont luistert naar de naam Maxime Februari, pseudoniem van Maximilian Drent. Hij werd geboren in het Nederlandse Coevorde op 23 februari 1963. Zijn literaire doorbraak, De Zonen van het Uitzicht, verscheen in 1989 en in de jaren daarna verschenen titels zoals God, een collage en De Literaire Kring. Maxime Februari is niet de enige naam die al op zijn boekcovers gedrukt is geweest. Want hij publiceerde ook nog onder de namen M. Februari, Marjolein Februari en M. Drent von Februar. Vooral die tweede naam, Marjolein, springt daarbij in het oog. Met zijn eerder uitgegeven titel De Maakbare Man, notities over transseksualiteit, kan de oorzaak van die naamsverandering het best verklaard worden. Februari schrijft buiten romans ook essays en een wekelijkse column op de opiniepagina van NRSC Handelsblad. In deze traktaten heeft hij al meermaals zijn interesse in de invloed van nieuwe technologie op recht, politiek en bestuur prijsgegeven. Omdat hij zowel in romans als in essays en columns zijn interesse in dergelijk grote thema's verwerkt, kan het onderscheid tussen literatuur en werkelijkheid in het geval van Februari onzinnig genoemd worden. Bodo Klein, data-expert bij het ministerie van Veiligheid, verstuurt een zelfmoordbrief naar zijn collega's en zijn familie. Maar de brief is een gecodeerd document dat niemand geopend krijgt. De zelfmoord bleek een vals alarm. Maar het feit dat zijn collega's het document onmogelijk konden openen, zorgt voor heel wat spanning op het ministerie. Hierdoor moet hij een tijdje de werkvloer verlaten en krijgt hij een andere opdracht voorgeschoteld. Bodo Klein krijgt de taak om Alexei Krups te volgen. De charismatische en populaire Krups houdt lezingen over het dreigende gevaar van de klont. Maar hij wordt ervan verdacht plagiaat te plegen. En in plaats van een onheilsprofeet zou hij dus eigenlijk een bedrieger zijn. Maar wat is die klont waar Krups voor waarschuwt? Weet je wat datafisering is? Datafisering, de vertaling van de werkelijkheid in data. Je neemt een persoon en je vertaalt die in persoonsgegevens. Je neemt een patiënt en vertaalt die in patiëntgegevens. Je vertaalt geld in financiële gegevens, oorlog in locatiegegevens, het lezen van een boek in leesgedrag en leesgegevens en uiteindelijk reduceer je de hele werkelijkheid tot gegevens over die werkelijkheid. Als je klaar bent, heb je een kloon van de werkelijkheid gemaakt. Alleen is het geen kloon. Je hebt een afbeelding van de wereld, maar gegevens zijn nu eenmaal wezenlijk iets anders dan de wereld zelf. Hoe dan ook, je denkt dat je een kloon hebt. Je denkt dat je de hele wereld in je hand houdt. Je stopt al je gegevens in programma's en die programma's laat je autonoom beslissen. Je maakt ze eerst volledig zelflerend en zelfsturend en zo komt het dat ze al snel de controle overnemen. Nu heb je dus een kloon, nee, een soort kloon, van de werkelijkheid, die volledig autonoom opereert. Dat is de klont.
De roman Klont is een roman die onze huidige technologie in vraag stelt en ons confronteert met enkele belangrijke vragen die dit met zich meebrengt. Want leren we het leven beter begrijpen door vooruitgang of verliezen we hierdoor net alle controle? Het eerste belangrijk thema in deze roman is het contrast tussen de moderne technologie en de natuur. Een tegenstelling die zijn oorsprong vindt in de moderniteit met de opkomst van de industrialisering. Deze twee elementen worden in Klont continu tegenover elkaar geplaatst. En het is aan de lezer om te beslissen welke van deze twee tegenstanders de machtigste en misschien nog belangrijker, de betrouwbaarste is. Deze tegenstelling uit zich onder andere in een zondvloed aan regen, die erin slaagt een moderne samenleving volledig stil te leggen, en een zwangere vrouw die door Bodo Klein omschreven wordt als een soort Victoriaanse broedmachine. En nu konden ook de grootste optimisten niet langer ontkennen dat de controle die de mens uitoefent over zijn leefwereld, de demiurgenmacht, grenzen heeft. De wetenschappers onder de forensen, de experts, op weg naar hun prestigieuze projecten, Hacking Nature, Designing the Wild, deden nog dappere uitspraken tegenover journalisten. Dat we de wereld op atomaire schaal met grote precisie naar onze hand kunnen zetten. Maar alles liep stuk op het simpele feit dat ze niet naar hun werk konden. Omdat hun auto in de vaart hing, omdat de treinen niet reden. We kunnen alles maken, mopperden ze. Maar nu had het al een paar dagen geregend en ze hadden al geen flauw idee meer wat de effecten zouden zijn van hun streven de wereld op atomaire schaal met grote precisie naar hun hand te zetten. Ook maatschappijkritiek krijgt een belangrijke plaats in Klont. Er wordt hard uitgehaald naar het blind geloof in het vooruitgangsoptimisme. Voornamelijk door Krups, die de mensen wil waarschuwen voor de mogelijke gevaren van de technologische vooruitgang. Hoewel er wordt benadrukt dat kritisch denken niet verboden is, wordt zijn kritiek niet gesmaakt. Men blijft liever positief, volledig geconcentreerd op de mogelijkheden van de techniek in plaats van de gevaren ervan. Ook zijn publiek heeft geen oren naar zijn waarschuwingen. Ze gaan naar zijn lezingen, reageren verbijsterd, knikken instemmend en gaan dan naar huis en sturen hun speeksel naar een dochterbedrijf van Google voor een gratis analyse van hun DNA. Niet alleen het blind vooruitgangsoptimisme wordt bekritiseerd. De moderne mens wordt ook ontmaskerd als hypocriet. Wanneer Krups in een vliegtuig over een oorlogsgebied vliegt, voelt hij zich confuus, maar een tel later is hij de oorlog al vergeten en vergelijkt hij de bombardementen met een irritante splinter in zijn voet. Iets waar je het liefst zo snel mogelijk vanaf bent. Maar omdat de urbane Europeanen zelf geen bloed proefden, omdat er geen verminkte veteranen door hun eigen steden strompelden, omdat ze zelf niemand met een stok hoefden dood te knuppelen, vonden ze de oorlogen schoon. Echt opzienbarend schoon. Je kon het zelfs geen oorlogen noemen, knikte ze. Het waren eerder humanitaire interventies. Civilisatie. De triomf van de redelijkheid en de verlichting. Hierbij aansluitend wordt ook het verantwoordelijkheidsgevoel van de mens in deze roman op de proef gesteld. Wanneer er negatieve geruchten over Krups de ronde doen, wil hoofdredacteur Harris ze niet horen. Zo kan hij de geruchten negeren en doen alsof hij er niets van af weet en zijn plichten en verantwoordelijkheden ontlopen. En de fouten, de schadelijke gevolgen, gingen zo razendsnel, zo onmetelijk snel in nanoseconden. Ze sloegen als een meteorietenregen terug op de arme, koude aarde. Je kon erover verbazen dat niemand ingreep, maar dan bedacht je dat je zelf ook niet ingreep. En derde, belangrijk thema in Klont, is de ontwrichting van de grote verhalen. In de moderniteit nam de mens de plaats van God in als schepper van de wereld, een motief dat we verschillende keren zien terugkeren in deze roman. Dit is ook typisch voor de postmoderne conditie. De mens gelooft niet meer in ideologische constructies, zoals politiek en religie. Ik zei bijvoorbeeld dat de mensen, sinds ze op een huishoudtrapje zijn gaan staan en de goden uit de hemel hebben geplukt, op zoek zijn naar houvast. Denkt u, voerde de captain er vrij onlogisch aan toe, dat kunstmatige intelligentie binnenkort de morele grilligheid van een beïnvloedbare god zal vervangen? Hoewel het geloof door februari wordt ontwricht in deze roman, blijven de personages niet achter zonder alternatief. Krups stelt, als een zelfverkondigde profeet,
Hiervoor via zijn lezingen en via de roman die hij wil schrijven, een nieuw verhaal, een nieuwe ideologische constructie in de plaats, die van de roman. De roman is ook een thema op zich in Klont. Veel personages lijken het erover eens te zijn dat de roman een stervend dier is en bovendien zeer onbetrouwbaar en chaotisch. Crux beschouwt de roman echter als een intelligent systeem dat patronen kan aantonen in de werkelijkheid en orde kan scheppen in de chaotische realiteit. Klont speelt zich voor een groot deel af in Nederland, waar Bodo Klein werkt op het Dutch Department of Safety and Security. Hij reist af naar Londen om een lezing van Alexei Crux bij te wonen. Die laatste bezoekt met zijn lezingenreeks heel wat landen en steden, zoals bijvoorbeeld München en Venetië. Wanneer de roman zich juist afspeelt, kunnen we niet met volledige zekerheid zeggen. Schetst Klont een schrikbeeld of net een realistisch beeld? Argumenten voor de tegenwoordigheid van het boek zijn de actuele gebeurtenissen die we in het begin lezen in de vorm van een radiobericht. Zo lezen we bijvoorbeeld over bombardementen in Aleppo of over een busongeval in Ravijn. Gebeurtenissen die ook effectief hebben plaatsgevonden. Tegelijkertijd wordt het realiteitsbeeld dat deze gebeurtenissen ophangen ondermijnd. De nieuwsfeiten worden namelijk allemaal vermeld in één radiobericht, terwijl ze eigenlijk in verschillende jaren hebben plaatsgevonden. Het verhaal wordt verteld vanuit twee perspectieven. De hoofdstukken waarin Crux aan het woord is, zijn geschreven in de ik-vorm. De hoofdstukken met Bodo Klein in de hoofdrol worden dan weer in de derde persoon verteld. Wanneer Crux vertelt dat hij een boek zal schrijven dat Klont heet, impliceert dit dat de lezer het eindproduct op dit moment in handen heeft en dat het dus niet geschreven is door Februari, maar door Crux. Hij geeft hierin toe dat hij andermans ideeën heeft gestolen, waardoor de roman een soort van apologie wordt. Langs de andere kant kan dit ook net de credibiliteit van het boek ondermijnen, omdat het geschreven is door een leugenaar en we dus niet kunnen vertrouwen wat hij zegt. Crux maakt in zijn lezingen gretig gebruik van andermans ideeën, maar ook in Klont zelf worden heel wat ideeën van andere denkers naar voren geschoven. Zoals bijvoorbeeld de filosofische denker Gilles Deleuze. Hij is een Franse filosoof en een centrale figuur in het postmodernisme. In zijn werk koppelt Deleuze maatschappij aan machine en waarschuwt voor het gevaar van de techniek. Ook Samuel Butler wordt vernoemd in het boek. Hij schreef The Book of the Machines en was hiermee de eerste om te suggereren dat machines een bewustzijn kunnen creëren. Verder wordt er ook verwezen naar het dystopische boek The Circle van Dave Eggers, waarin een wereld wordt beschreven waarin techniek de overhand heeft genomen. Maar tot welk doel leiden al deze intertextuele verwijzingen? Wordt de roman betrouwbaarder door de name-dropping of ondergraaft de vele intertextualiteit met de geloofwaardigheid, omdat het een samenraapsel is van andermans ideeën? Het zorgt ervoor dat Klont een soort van knip- en plakwerk wordt, waardoor de coherentie en begrijpelijkheid van het boek ondermijnd worden. Hierdoor zitten we precies in het hoofd van Crux, waar het ook een chaos van losse citaten is. Hij weet eigenlijk nooit waar hij het over heeft en gooit dan met slimme citaten om zelf slim te lijken. Wij vonden Klont over het algemeen een goede roman die aangenaam leest, vooral door de humor en ironie die Februari's schrijfstijl kenmerkt. De voortdurende intertextualiteit was voor ons soms een stoorzender, omdat het verhaal zo doorbroken werd. Langs de andere kant was die intertextualiteit ook een meerwaarde, omdat het concept van plagiaat in de roman ondersteunt. De intertextualiteit toont Februari's enorme belezenheid omtrent het thema. Tussen de regels door is het duidelijk dat Februari ook buiten de roman bezig is met de dreiging van de technologie. Tijdens het lezen is het een roman die aanzet op nadenken, maar eens de laatste bladzijde is omgeslagen, is het voor ons geen roman die lang blijft nazinderen. Thank you.